Dit is alweer Kevin's app-update nummer 3. Deze keer iets heel leuks. We gaan met Marijn praten over de E-meterreeks. Dat is een groot project binnen ons team waardoor de app nog sneller en beter zal gaan werken. Voordat we naar Marijn gaan om te praten over de E-meterreeks, wil ik iedereen nog even bedanken voor de reacties op de vorige video. Jullie gaven aan dat het niet lukt om de toon te koppelen met de Eneco-app wanneer je een veldtester bent. Ik heb daarvoor nu een oplossing voor. Het is namelijk zo dat je als veldtester verbinding maakt met een andere omgeving dan die nodig is voor de Eneco-app. Dus wanneer je omschakelt naar de productieomgeving als veldtester, dan zou die wel weer moeten werken met de Eneco-app. Geef even aan onder deze video of het wel of niet lukt en dan help ik je verder. Hier achter mij zit Marijn. Die gaat jullie nu wat vertellen over de E-meterreeks. Ik ben Marijn van Herel. Ik verzorg de achterkant van de app. Daar verzamel ik data voor de app, maar ook voor de website. Op dit moment werk ik aan de E-meterreeks. Dat is een initiatief om de verschillende soorten meters en de verschillende plekken waar die meter informatie zich bevindt, om die te verzamelen op één plek. En dat die snel en toegankelijk is voor de app en voor de website, zodat de data voor jou beschikbaar gemaakt kan worden. De voordelen van de E-meterreeks voor de appgebruiker is dat de data sneller beschikbaar wordt. Dus je app wordt fijner om te gebruiken. En als jij nieuwe vormen van energie afneemt bij Eneco, die makkelijker en sneller toegankelijk worden via de app. Dus de meterstanden bijvoorbeeld van jouw warmte of jouw koude voorziening, zie je gelijk in de app terug. Dit was Kevin's app-update. Bedankt voor het kijken en laat hieronder weten wat je ervan vond.